ASR ontwikkelt in samenwerking met Vesteda een van de grootste bouwprojecten van Nederland, het Leidse Rijncentrum. Met het ijs nog op het water in de Grauwaardsingel en een zwaan die geniet van de eerste zonnestralen, wordt het straatbeeld steeds completer. Gebouwde Edmund uit de stijgers met aan de linkerzijde een ingang tot de parkeergarage. Gebouwde Richmond met daarachter gebouwde Fabiola met de aansluiting van de Parijs Boulevard. Een snapshot vanaf de Grauwaardsingel tussen de gebouwen de Richmond en de Phoenix naar het Brusselplein. Een deel van het kunstwerk in de Centrale Waterpartij. Rondom het Brusselplein wordt de laatste hand gelegd aan de diverse bestrating. In de winkelruimte op de begane grond worden de laatste vloerafwerkingen aangebracht. Dit blijft zwaar handwerk. Bij het plaatsen van glaspanelen of raampartijen wordt veelvuldig van een mobiele kraan gebruik gemaakt. Maar voor het verplaatsen van glaspanelen op de grond neemt deze kleine lift veel zwaar tilwerk over. Kijk je vanaf gebouw de Victoria naar het Hof van Bern. De Parijs Boulevard gezien vanaf de andere zijde, met gebouw de Letna en de kantoorsectie. Ook hier wordt het fundament voor de uiteindelijke bestrating gereed gemaakt. Met de nog uit te voeren werkzaamheden nadert ook dit project zijn voltooiing. Pal naast de A2 en het station Utrecht-Leidse Rijn ontstaat een multifunctioneel complex met onder andere vele winkels, kantoren, ruim 750 woningen en zo'n 2000 parkeerplaatsen. Vanaf 2018 een nieuw hart van wonen, leven en werken.